woensdag 24 februari, omstreeks 22:30, kwam er een melding binnen van een ongeval op de Den Elterweg, ter hoogte van de afslag Gelderhorst. Twee voertuigen waren met elkaar in botsing gekomen. De schade was aanzienlijk en beide bestuurders zijn met klachten overgebracht naar het Gelderse ziekenhuis. De oorzaak lijkt te zijn dat een van de bestuurders door rood is gereden.